Goedendag, mijn naam is Danny Verdehem en de bedoeling is om een woordje uitleg te geven over onze applicatie MyUriMode. MyUriMode is een universele afstandsbediening waarmee je al je toestellen kunt bedienen die je in je woning hebt, maar ook je domotica. De bedoeling is om alles te herleiden tot een heel eenvoudige interface. Dus gedaan met de moeilijke toetsen, met de vele knoppen op de afstandsbedieningen. MyUriMode ziet er als volgt uit. Aan de rechterkant heb je de bedieningstoetsen. Aan de linkerkant heb je bovenaan de zones, dus de verschillende ruimtes die je kunt aanmaken met alle verschillende inhangen of activiteiten die je kunt doen in die ruimte. We zijn hier in de woonkamer en we gaan bijvoorbeeld de Watch TV knop indrukken, dus we gaan beginnen kijken naar onze televisie. Dus wat gebeurt er? Je drukt op één knop, het paneel gaat naar boven, de versterker gaat aan, de televisie gaat aan, de digibox gaat aan. De versterker zet hem in de juiste mode, in dit geval is dat de surround mode die vooraf ingesteld is, zodanig dat je altijd in de optimale kwaliteit, in de optimale instellingen kunt genieten van je systeem. Aan de rechterkant is het systeem nu klaar om die activiteit, dus de tv-kijken activiteit, om die te kunnen bedienen. Dus als ik nu op de P+ druk, dan krijgt de digibox, de kabeltuner krijgt dan de opdracht om te veranderen van kanaal als ik op nummer 1 druk. Voilà, dan komt de digibox op nummer 1. Als ik volume plus duw, dan gaat de versterker verhogen in volume. Zo kan je bijvoorbeeld ook mediaserver gaan selecteren. Dat is dan een mogelijkheid om al uw foto's, uw muziekcollectie, uw videocollectie, om die te gaan aanspreken. In dit geval gebruiken wij de Kodi Media Server, maar dat kan ook een Apple TV server zijn, of dat kan een Spotify zijn, of dat kan een Windows Media Player zijn. Alles kan je bedienen met dezelfde interface. Dus nu krijg ik mijn muziekcollectie te zien, of de muziekcollectie die hier in het netwerk te vinden is. En zo kan ik gewoon bijvoorbeeld een CD gaan selecteren en voilà, kan ik die doen afspelen en wordt die afgespeeld. Oké. Stel nu dat we zeggen, we gaan een keer kijken naar een film vanavond, dan selecteer je speelfilms en kan je bijvoorbeeld die film gaan activeren en wordt die film afgespeeld. Zo kan je bijvoorbeeld ook naar Apple TV gaan en dan bedien je met dezelfde interface bedien je dan je Apple TV. Zo heb je Blu-ray bediening, dus alle toestellen die je hebt die in de kast zitten, want het is niet meer de bedoeling dat je moet richten naar je toestel. Alle commando's gaan over het netwerk, dus over je wifi, zodanig dat je alle toestellen in de kast kunt gaan wegbergen, alle afstandsbedieningen in de kast, alles eenvoudig. Als je dan zegt van we gaan afsluiten, dan druk je op de off-knop en gaat alles uit. En als je dan ook zegt van we krijgen bezoek vanavond, we gaan de televisie wegbergen, dan druk je op panel down en gaat het panel naar beneden. Nu kan je bijvoorbeeld ook in de andere ruimte, dus als ik nu naar de keuken ga, dan gaat hij vragen aan de keuken van, aan de versterker die in de keuken zit van, wat ben jij nu aan het doen? En het systeem zegt mij dat de versterker in de keuken uitstaat. En op volume min 54 klaar staat om radio af te spelen. Dus als ik nu de versterker aanzet in de keuken, voilà, dan gaat de muziek in de keuken, gaan we nu een keer luider zetten. Voilà, en dan ben ik nu in de keuken. En kan ik met de MyUriMode interface, waarbij dat ik nu de keuken geselecteerd heb, kan ik nu alles bedienen. Zo ga ik het volume een beetje stiller zetten. Of ga ik naar de televisie kijken, dus wat doe ik? Ik zeg Watch TV. Televisie gaat aan. Televisie schakelt op Digibox. De digibox schakelt aan en de digibox zet zich klaar om naar televisie te kijken. En nu kan ik terug hetzelfde doen in de keuken.